Waarom viert u, waarom vier jij kerst? Laten we deze vraag gaan stellen aan mevrouw Niebeek. Zij is 92 jaar en ze woont op de Achterduist in de polder. Adventstijd is voor ons de uitnodiging tot het kerstfeest. Laten we gaan naar Bethlehem, waar Jezus onze verlosser is geboren. Immanuel, God is er altijd bij, bij leven en bij sterven. En hij zal zich als almachtige bewijzen. En eeuwig wonen tussen u en mij, voor alle mensen die in hem geloven, is kerstfeest het mooiste cadeau. God zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen en we mogen zijn genade leven. Vanuit de Achterduist, uit de polder, wens ik u allen hele fijne kerstdagen. Vanavond zijn we bij de meiden van Hearts Beauty en ook hun gaan we de vraag stellen, waarom vier jij kerst? Ja, het is gezellig. Ja. En gaat het je specifiek om de gezelligheid of ook nog om andere dingen? Nou, ook gewoon om het bij zijn met familie en gewoon gezellig en het vieren van kerst. De herders vertrokken vanuit het veld richting Bethlehem om het koningskind te bewonderen. Zou jij die stoet ook volgen? Ja, dat denk ik wel. Als het zo belangrijk zou zijn en je weet eigenlijk niet zo goed wat het zou zijn, dan zou ik dat ook wel mee willen maken. De herders zagen met eigen ogen dat er een engel verscheen. Maar wij hebben dat nooit met eigen ogen gezien. Dus waarom volg jij de stoet naar Bethlehem? Omdat het gewoon, jij gelooft in Jezus, dus denk het daarom. Ja. Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar! Waarom vier jij kerst? Nou, we vieren kerst elk jaar weer opnieuw, omdat het is de toekomst die je viert. Dus erg blij om dat te vieren, dat is echt een feest. Nou, wij vieren kerst om de kinderen ook voor te bereiden dat Jezus terugkomt, wordt geboren en zometeen terugkomt op aarde. Dat is heel belangrijk om te weten. Waarom vier jij kerst? Om te vieren dat Jezus is geboren en dat willen we de kinderen natuurlijk ook heel graag bijbrengen.